De tentoonstelling die gaat eigenlijk over het Korps Mariniers, hoe lang ze bestaan, vanaf 1665, dus dat is al een geruime tijd. En Rotterdam is eigenlijk de bakermat en het is heel bijzonder, er bestaat dus een stichting Rotterdammenaar en Mariniers en die waren, als ze een jubileum hadden, gewoon om een cadeau aan het korps te geven. En nu hebben we bedacht van ja, dat is eigenlijk van de zotte, de stad verdient een cadeau, die moet gewoon weten dat korps dat is er. Die band ligt er al even vanaf 1665. De eerste commandant, baron van Gent, waarnaar ook de Van Gent-kazerne is genoemd, was een Rotterdammer. En ook de schoonzoon van de bekende zeeheld Michiel Ruiter was een Rotterdammer. Woonde aan de Leuvenhaven Johan de Witte. En we willen dat verhaal eigenlijk doorgeven aan de volgende generaties. En dat gaat u doen door echt de stad door te reizen. Want hij staat nu hier in het stadhuis een paar weken. Maar u heeft een mooie SRV-wagen erbij geregeld. Hij gaat de hele stad door. We gaan de hele stad door. Deze tentoonstelling die gaat dus naar alle buurtcentra. En daarnaast gaan we met de SRV-wagen, MEP wordt die ook wel genoemd, Mobiel Expositieplatform of zo. Dat is het nieuwe woord. Het is een beetje lastig voor, want ik ben nog zo aan onze SRV-wagen gewend. Daar gaan we mee naar de Wereldhavendagen. Bijvoorbeeld het Jeugdland willen we proberen te interesseren. De burgemeester noemde het al, de Marathon van Rotterdam. Wat is nu leuker dat Rotterdammers gewoon als ze ergens zijn of op de markt even naar binnen gaan en kijken, hey, die mariniers, hoe zit dat nou daar met die band? Wat leuk. Maar de tentoonstelling is één. We gaan natuurlijk ook naar de scholen toe. Ze kunnen erop inschrijven. We hebben een lespakket vanaf eind februari op onze site staan. Het gaat over de wereld, wereldoriëntatie. Maar natuurlijk ook over de geschiedenis. Hoe dat allemaal zit met vrede en veiligheid. Voor ons als Rotterdammers die hier wonen. Wat betekent dat voor ons? En hoe zat het nou ook alweer met die Tweede Wereldoorlog? Dus ik denk dat er voor iedereen wat is. En het leuke is dat de mariniers zelf hebben gezegd, wij vinden dit zo ontzettend leuk. We willen ook de marinier in de klas aanbieden. Dus als... Ik me inderdaad af. Dat is natuurlijk het leukste als er echt ook iemand in uniform komt vertellen. Ja, natuurlijk. Dus dat doen ze ook. Er is een hele pool al van mariniers die hebben gezegd, dat vinden we heel erg leuk. En die kunnen dan over hun eigen belevenissen vertellen. En wat is er leuker als zo'n man in een pak binnenkomt en die vertelt waar hij over de wereld is geweest met de meest prachtige, bijzondere verhalen. Heel ontroerend. En ik denk dat dat voor de basisschoolkinderen, want daarvoor is het dan allemaal speciaal gemaakt, dat dat echt bijzonder is. Dat is maar één aspect, want ook in Rotterdam herbergt de tamboers en pijpers van het Korps Mariniers die al vanaf de 17e eeuw de signalen doorgeven. En dat doen ze nu nog heden ten dagen. En die gaan trommelworkshops geven. Nou, wat is er leuker? Dat je aan het begin staat, ja, hoe werkt dat met die stokjes en een trommeltje? En aan het eind van zo'n les, na 50 minuten, kan je een prachtig deuntje, een prachtig signaal doorgeven. Dus het wordt het is geen statische tentoonstelling. Dit is pas het begin, denk ik, van een bijzonder project.